quick overnight one. Heron, he's the biggest of four fish, 37-30 in common. Another lovely fish on the impulse baits. Good afternoon. Rupert, I'm up on Fox Lake. Sun's out, so managed to bag this one with ever faithful mainline cell. Popped around the complex yesterday, spotted a few fish in the edge of peg 11 and came back this afternoon. They were still there. Little bag featuring some hybrid response pellets, a little bit of cell stick mix liquid and a single 80mm bottom bait. £43 of your finest fully scaled Fox Lake carp. Beauty. Vannacht gevangen, Abbey Lake, nieuw persoonlijk record. Ik ben er blij mee. 23,5 kilo. Mooi gewicht. Dat is koud. Vroegmorgen. Welkom to Abbey Lake, stack nummer 11, 23,5 kilo of beautiful fish. So happy, new payback. Yes.
loop hier stage op Abbey. En overdag zijn we aan het werk, doen we allerlei werkzaamheden wat binnen het bedrijf hoort. En s'avonds kunnen we lekker vissen. En we hebben zojuist een schub gevangen van 15 kilo. Prachtige vis, het zijn voornamelijk spiegels die je hier vangt. Maar dit keer is het een mooie schub. Daar zijn we hartstikke tevreden mee. Leuke drill, dus mooi. Bruno from Heron Lake, £62.30. Caught it on mainline hybrid. Fished in a little bag of their Spod and PVA pellet mix. Been an obsession for 7 years. Absolutely made up. Another one falls to hybrid combination using the new stick mix liquid, soaked particle pellet mixture. This one came at 4 o'clock this morning, £48.6. I'm out here for a little trip with wonderful friends from Vikingland, Euron and his good lady Mayon. So we're having fun. This is the first of many more to come, hopefully.
Abbey Complex in Noord-Frankrijk. Ik zit op Heron, stek nummer 12. Dit is de derde vis, 14,4 kilo. Gevangen op een bedje van diverse particles. En aan de her een mainline body, de hybrid. Erg blij mee, mooie vis. Another one on the hybrid, beautiful, stunning, 40 pound, new PB common, absolute peach. Mixed in with the old hybrid liquid again, mixed in with your particles, a bit of pellet mixed in. She was only out there about 20 minutes, absolute stunning fish. Well pleased, look forward to some more. Got a little fish here to show you. Come to Abbey last night for a long weekend there on Heron Lake, and because Rupert had some decorating chores to do, I thought I'd put his swim to good use. And six fish during the night, and then half past nine this morning, this little baby romped off, and I'm reliably informed it's called White Tips. Took the scales round to 64.10 and it fell to a cell wafter on a razor point size 4 MSC. That's enough advert, so let's just get the fish up for you. Stunning animal. There you go. Just a little frisky. A few ounces shy of 65, stunning Abbey Lakes carp. Slip her back. Mooie spiegel van kingfishen, goede 15 kilo. Gevangen op een mooie schone plek naast een wierbed. Dat is eigenlijk de hele visserij. Het is één grote wierput en het is schone plekjes die het hem doen.
is eigenlijk gewoon het aas droppen en vangen, maar in dit geval gevangen op Seafish en Aminol. Doet het goed, doet het erg goed hier. Hij mag weer terug en we gaan zien wat er meer komt. We hebben nog deze prachtige schub gevangen te hebben. Was het Jeanette's beurt en die vangt een prachtige spiegel erbij. Dus twee prachtige vissen. Gevangen op diverse particles van All-in Particles. En op een mainline hybrid. Erg blij mee. We zijn momenteel aan het vissen op Fox. Ik heb hem een hele mooie spiegel gevangen, een mooie donkere spiegel, sterke vis. Ik heb hem gevangen op de Peach & Mango van Dynamite Bass. Super mooie vis, we gaan hem terugzetten. Ik ben er super blij mee. We vangen op Fox Lake, stek nummer 1, 20,7 kilo. Op Mainline Essential IB. Echt super mooie vis. Heel kort en heel erg dik. Heel blij mee. Exact 2 meter neerval boven de 60 kilo. Vis nummer 12, en dat is weer een hele mooie, 21,6 kilo. Vannacht om 4 uur in de mist, uit het wier gepeuterd, gevangen op een mainline hybrid. Een hele mooie vis. Na weer een dagje gewerkt te hebben tijdens de stage op Abbey, was het weer tijd om te vissen.
Ik had er een goed gevoel over, maar dat de hengel zo snel af zou lopen had ik niet verwacht. Ik ben super blij met deze 20 kilo vis. Gevangen op de strategy beach, spicy banana fluo pop-up. En ik denk dat we hem terug moeten zetten. Gevangen op Heron, stek nummer 19. Prachtige schubkarper, precies 19 kilo. Gevangen op een mainline pop-up, Benofie. Super blij mee. Prachtige vis, heel erg sterk. Another stunning common from Abbey Lakes, peg 9 on Heron. Thanks to Rupert and Max for pre-baiting the swim for me. This one was caught on a cell bottom bait tipped with a pineapple popper. Juli 2013, Abbey Lakes, Heron. Gevangen op stek 18, 4 metertjes diep. En een plantsbui voor je welste. KGB, dit die toen een maiskorreltje. Nieuw persoonlijk record. 21, 6 ons. Super blij mee, topvis. En vecht als een beer. Geweldig, mooi zwemmen. Gevangen op Heron, stek nummer 17, op de mainline Benofie. Hartstikke blij mee, mooie vis, heel sterk,